Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik met jullie gaan kijken naar de nieuwe Google Sheets app. Atom heeft deze onlangs gelanceerd. En met deze app kan je gegevens laten wegschrijven vanuit Homey in een Google Spreadsheet. Nou, dit kan handig zijn als je bijvoorbeeld gegevens wil opslaan van je slimme meter of je gasverbruik, je waterverbruik. Als je een bepaald apparaat wil monitoren, kan je dat weg laten schrijven. Je kan bijvoorbeeld statussen van Heimdall weg laten schrijven in een Google Spreadsheet. Dus ja, het is super handig. En dat wil ik jullie graag vandaag gaan uitleggen hoe je dat kan doen. Ja, een Google Spreadsheet is eigenlijk hetzelfde als een Microsoft Excel bestand. Alleen Google noemt dit Spreadsheets. Ja. Om dit te kunnen gebruiken is het wel belangrijk dat je even een account aanmaakt. En dat kan je doen bij accounts.google.com/signup. Daar kan je een account aanmaken. En als je naar deze site toe gaat, moet je een klein minuutje doorlopen. Kan je een account aanmaken en dan kan je de Google Spreadsheets gaan gebruiken in combinatie met Homey. Oké, laten we snel verder gaan. We gaan nu naar Google en daar ga je in de linkerbovenhoek, of nee, de rechterbovenhoek, sorry. Ga je naar het vierkantje met al de puntjes. Nou, als je daar op klikt, zie je alle apps die beschikbaar zijn. En als je dan een beetje gaat scrollen, dan zie je hier Spreadsheets. Nou, daar kan je op klikken. En dan zijn we hier bij de Google Spreadsheets. Om nu een spreadsheet aan te maken, klik je op de grote plus bij leeg. Dan maak je een nieuwe lege spreadsheet aan. En zoals je ziet, heeft hij er eentje aangemaakt. Nou, nu moeten we eerst wat dingetjes gaan instellen, zodat we zo meteen een goede spreadsheet krijgen. Dus laten we dat eens gaan doen. Als eerste geven we deze even een naam. Noemen we voor nu even demo sheet. Nu ga ik als eerste eventjes de eerste kolom vastzetten. Dus ik klik op het eentje. Daardoor selecteert hij heel de bovenste kolom. Klik ik met mijn rechtermuisknop op het eentje. En dan zeg ik meer rijacties bekijken. En dan zeg ik vastzetten tot eerste rij. Nou, wat hij nu gedaan heeft is dat hij de eerste rij vast heeft gezet. En als ik dan zo meteen ga scrollen, dan blijft de eerste rij staan. Dat is wel makkelijk, zodat je kan weten welke kolom wat is. Nou. Nu die nog geselecteerd is, klik ik ook eventjes op de B van vet gedrukt. En ik selecteer hier bij horizontaal uitlijnen de middelste, zodat die in het midden uitlijnt. Nu ga ik de kolommen invullen. Datum en tijd. Klik ik ook hier nog eventjes op de kolom, zodat ik hem netjes in het midden uitlijn. Doe ik dat ook eventjes bij B, C en D. Nou, zeg ik hier elektrameter. Hier ga ik zo meteen mijn elektrameter weergeven. Nu heeft mijn elektrameter ook een dal- en een piektarief, dus ook die ga ik hier opgeven. Dan doe ik even dal en piek. Oké. Okay. Nou hebben we dit aangemaakt. En als ik dan zo ga scrollen, dan zie je dat de eerste rij netjes blijft staan. En dat is wel makkelijk. Als je straks heel veel gegevens in deze lijst hebt staan, dat je weet welke kolom wat is. Nou, ik wil graag één documentje aanmaken voor mijn energiemeter. Maar om nou je elektra, gas en watermeter op één sheet te hebben, is niet echt makkelijk. Dus daarvoor gaan we een extra blad aanmaken. Dat kan je doen door op het plusje te klikken in de linker onderhoek. Klik ik er twee keer op, maak ik drie bladen aan. Nou. Klik ik met mijn rechtermuisknop
op het eerste blad en dan zeg ik naam wijzigen. Zeg ik daar Electra, dat blad hebben we al aangemaakt. Doe ik dat ook bij het tweede blad. Zeg ik naam wijzigen. Dan zeg ik gas. En het derde blad doe ik hetzelfde en dan zeg ik water. Oké. Nu heb ik drie tabbladen aangemaakt en kan ik daar de gegevens op weer gaan geven. Zet ik bij de eerste kolom, die zet ik weer eventjes vast. Maak ik hem dik gedrukt en zorg ik dat hij in het midden is uitgelijnd. Datum en tijd en gasmeter. Doe ik hetzelfde bij de watertabblad. Dik gedrukt. In het midden uitlijnen. Datum en tijd. En watermeter. Oké. En we hebben nu een mooie spreadsheet aangemaakt. Dus we kunnen verder gaan in Homey. We zijn hier in Homey en om de Google Sheets te kunnen gaan gebruiken, moet je eventjes de app installeren. Als je die geïnstalleerd hebt, kan je een apparaat gaan installeren. Daarvoor klik je op het plusje in de rechterbovenhoek en dan zeg je nieuw apparaat. Nou, dan zoek je de Google Sheets app op. Bij mij staat die hier zo. Klik je op Sheets en User. Zeg je verbinden. En dan kan je nu gaan inloggen met je Google account die je hebt aangemaakt en waar je net je Google Sheet hebt aangemaakt. Het is wel eventjes belangrijk dat je deze twee opties selecteert. De eerste optie, daar geef je toestemming mee dat Homey al je Google Drive bestanden kan weergeven en downloaden. En je geeft met de tweede optie, geef je toestemming dat Homey al je Google Spreadsheets kan bekijken, bewerken, maken en verwijderen. Het is wel even belangrijk om dit aan te vinken, anders is de kans groot dat het niet goed gaat werken. Oké, nou, als je hier dan bent ingelogd, dan kan je een apparaat gaan toevoegen. Ik heb al een apparaat toegevoegd, dus ik verlaat hem nu. Bij mij zie je hier Homey Sheet. Dat is mijn Google Sheet die ik heb aangemaakt. Dus als je een apparaat hebt aangemaakt, kan je een flow gaan maken. Dus we gaan naar de flows toe. Maken we een nieuwe flow aan. Kies voor nu eventjes een advanced flow. En dan kunnen we gaan beginnen met het maken van een flow. Nou, omdat ik mijn slimme meter wil uitlezen, voeg ik als eerste een als-kaart toe. Zoek ik mijn slimme meter op. En dan zoek ik de stroommeter op. Ja. Ik kan nu meteen de Google spreadsheet kaarten aankoppelen. Maar voor de Electra heb ik ook een dal- en een piektarief. Dus daarvoor ga ik als eerste een N-kaart nog toevoegen. En dat is de logica kaart. Is precies. Koppel ik de stroommeterkaart aan de logica kaart. Zoek ik mijn slimme meter op, zeg ik tarief. De waarde is precies 1, want 1 is gelijk aan een dal. En dan ga ik nu een dan-kaart toevoegen. En dat is de Google Sheet kaart. Je kan hier naar de app Google Sheets gaan of je kan je apparaat opzoeken zoals je hem genoemd hebt. En als je die dan selecteert, zie je hier twee opties. De bovenste kaart die zet een waarde in een document op een bepaalde sheet. En de onderste kaart die zet een waarde in een document op een bepaalde sheet, maar hij voegt er een tijdstempel aan toe. Nou, omdat het wel handig is om een tijdstempel erbij te hebben voor je slimme meter, kies ik de onderste kaart.
koppel ik die daaraan. Kopieer ik deze kaart door te selecteren Ctrl-C, Ctrl-V. En die doe ik daaraan. Nou. Gaan we de kaart invullen. Zeg ik value. Nu kan ik hier een vaste waarde invoeren. Maar we hebben te maken met een stroommeter. Die waarde die verandert de hele tijd. Dus ik ga hier een tagje toevoegen. En ik doe hier energie. Deze kaart zal de eerste kolom van je Google Spreadsheet gebruiken voor de datum en tijdstempel. En de tweede kolom wordt dan de waarde. Wil je nou meer waardes? Dan kan je er een punt, komma aan toevoegen. En vervolgens nog een kaartje toevoegen. Nou. T1 is mijn dalmeter, dus die voeg ik hier toe. Nou wil ik hem in een document zetten, dus ik klik op document. Selecteer ik demo sheet. En bij sheet kan ik het blad selecteren waar ik de gegevens op wil wegschrijven. In dit geval is het de elektrameter. Dus ik selecteer elektra. En dan zijn we met deze kaart klaar. Nu wil ik ook eentje voor het piektarief. Dus ik ga hier weer de waarde invullen. Nou, ik wil daar de waarde energie hebben. Maar nu moet die niet in de piekmeter moet niet in de derde kolom, maar in de vierde kolom. Nou, dan voeg je twee keer de punt, komma toe. En vervolgens geef je de waarde op van jouw piekmeter. Nou, selecteer ik weer de demo sheet en de sheet elektra. En nu worden deze waardes weggeschreven in het document demo sheet op de sheet elektra. Ga ik ook eventjes mijn gasmeter toevoegen. Dus ik zoek weer mijn slimme meter op. Ik zeg de gasmeter is veranderd. Nou. Kopieer ik deze kaart door Ctrl-C, Ctrl-V. Koppel ik de gasmeterkaart aan de Google Sheets kaart. Je ziet nu dat de waarde hier onbeschikbaar is. Dat komt omdat die niet meer aan de elektrakaart gekoppeld zit. Die waardes kan je allemaal verwijderen. Je klik je weer op het tagje en dan selecteer je de gasmeter. Nou, het document blijft hetzelfde, dus daar hoef ik niks aan te doen. Alleen die sheet verandert wel. Dus ik klik op elektra en ik selecteer hier gas. Nu zal hij de waarde van de gasmeter op de gassheet zetten. En hetzelfde doen we voor de watermeter. Zoek ik mijn watermeter op. Zeg ik de watermeter is veranderd. Doe ik Ctrl-C, Ctrl-V. Koppel ik de waterkaart aan de Google Sheets kaart. Bij de waarde selecteer ik nu de watertag. En bij de sheet selecteer ik water. Nou, nu ben ik klaar, dus ik sla hem op. Demo sheet. Opslaan. En nu zijn we klaar. Nu moeten we eventjes wachten totdat de waardes worden bijgewerkt. En zodra dat gebeurd is, kom ik weer bij jullie terug. Nou, zoals je kan zien heeft die elektrameter de waarde al bijgewerkt. En je ziet nu dat het piektarief actief is, want hij heeft hier de waarde in de piekkolom gezet. Dat komt dus omdat we de N-kaart hebben toegevoegd. Zodra het daltarief actief wordt, gaat hij de dalkolom invullen.
wordt het piektarief actief, gaat hij de piekte kolom invullen. De elektrametekaart die wordt altijd ingevuld. En ja, zo kan je dus goed inzicht krijgen. Ja, de gasmeter en de watermeter die zijn nog niet bijgewerkt. Maar zo kan je dus zien dat, dat de flow werkt. Zo maak je dus een Google spreadsheet met Homey. Ja. Je kan dus zo gek niet bedenken of je kan er een flow maken en je gegevens laten wegschrijven in een Google spreadsheet. Ik wil jullie voor nu bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je dit een leuke video vinden, doe even een blauw duimpje omhoog. Heb je nog vragen, laat ze dan even hieronder achter in de reacties. Of kom in de Homey Cornelissen Facebookgroep en stel daar je vraag. En ja, wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.